Van Wanrooy moet meebetalen aan het afgraven van de berg in Tiggelanden in Druten. Dat stelde fractievoorzitter Dini Uytenhaag van Sociaal Maas en Waal zondagmiddag in het radioprogramma Studio de Streek. Volgens haar wil de wethouder niet vertellen wat de motivatie is van Van Wanrooy om niet mee te willen betalen. En dat vindt ze vooral vreemd omdat het bedrijf en de gemeente ieder voor één helft in de nieuwbouwwijk zitten. Maar ook stelde Uytenhaag dat de berg er eigenlijk nooit had mogen staan. Er zijn bewoners die zeggen, ja, je zit in een nieuwbouwwijk. En dan denk je, ja, straks klaar is. Dan wordt dat opgeruimd, heb ik me nooit zoiets bij afgevraagd. Maar in het bestemmingsplan staat niks van een berg. Dan staat er bestemming groen. En als jij bestemming groen hebt, dan denk je, ja, dat wordt gewoon een stukje van dat park. Niks berg. En als ze nou de berg maar geïntegreerd hadden in dat park meteen. Nee, het bleef dus gewoon een kale berg waar rotzooi en gras en nog een boomstronk bijgegooid werd. Dus het werd mensen een doorn in het oog. Actievoerder Jacques van Bemmelen vindt het nieuwe plan van het college om de berg doormidden te splitsen geen goed idee. Hij begrijpt dat het afgraven veel geld gaat kosten, maar vertelt dat er nu nog steeds 2 ton uitgegeven wordt voor iets dat door de buurt niet als oplossing gezien wordt. Het besluit voor het alternatief kwam als een verrassing voor de actiegroep. We hebben de stukken die de raad aangeboden gekregen is op 2 dagen voor de vergadering gehad. Waarschijnlijk tegelijkertijd met de raadsleden. Ik heb er ook geen verstand hoe de politiek verder werkt of mensen vooraf al informatie hadden gekregen van de raad. Maar omdat het college zo stellig, ja, heel stellig was geweest, dat er slechts 1 optie en dat was nummer 2 afgeraakt tot Maaiveld. Dat was ons in oktober al min of meer de kennis gegeven dat dat het zou worden. En het college stelde dat opnieuw voor. Rond 6, 27 januari in stukken die wij thuis kregen, hadden wij het gevoel dat het, ja, om het maar even populair uit te drukken, een gelopen race was. Dus toen het die avond heel anders was, toen was er ook heel veel teleurstelling.